In 2014 zijn we begonnen met onze grootste verandering ooit. De cliënt centraal en onbureaucratisering. Al onze manieren van werken en alle processen hebben we opnieuw bekeken met de vraag: hoe kunnen we de cliënt meer centraal stellen? Hoe creëren we de tevreden cliënt en zijn omgeving? Wat we in ieder geval weten is dat jullie, de medewerkers, de sleutel zijn in dit veranderproces. Het stramien waarin we met z'n allen een lange tijd gewerkt hebben, het Regeltjesinstituut, gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats vragen we jullie om in je eigen kracht te gaan staan. Maar ja, wat is dat dan, je eigen kracht? We hebben onszelf 10 jaar lang min of meer gebrainwashed met alle regels en bijbehorende bureaucratie. En het is dan ook niet zo gek dat we die eigen kracht niet meteen vinden. Daar werken we dus aan. We moeten onszelf herontdekken in onze nieuwe rol. In onze transitie zijn we nu zover dat alle mensen op hun plek zitten. Maar we merken dat er hulp nodig is om de nieuwe rollen in te vullen. Dat zien we in alle lagen van de organisatie. Daarom komt er nu een Management Development Traject, het MD-traject. Alle leidinggevenden gaan aan de slag, omdat we van hen vragen om jullie te coachen bij het invullen van jullie nieuwe rol. Een aantal medewerkers heeft een vragenlijst gekregen waarin gevraagd werd hoe hun leidinggevende zijn nieuwe rol invult. Alle mensen die professioneel met jouw leidinggevende te maken hebben, hebben die lijst ook ingevuld. We hebben nu dus een eerste beeld van hoe managers invulling geven aan een nieuwe functie. Dit beeld wordt getoetst aan de uitgangspunten van cliënt centraal. In het MD-traject gaan we dan met een drijfveeranalyse, verschillende trainingen en coaching verder aan het werk. Dit doen we zodat de leidinggevenden aan zichzelf kunnen gaan werken. Maar vooral ook om ze te leren wat er voor het team op de werkvloer nodig is. Met als doel dat we uiteindelijk allemaal leren om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en situaties proactief te benaderen. Dat we meer gaan anticiperen op wat zich voordoet en met meer creativiteit en meer autonomie gaan handelen. Eigenlijk dat we met z'n allen weer gaan leren om normaal te doen. Als alle leidinggevenden beginnen met hun MD-traject, ga jij al kleine veranderingen opmerken. Qua samenwerken, of dat jullie op een andere manier naar de cliënt gaan kijken, of handelingen uitvoeren. Of je merkt dat er meer verbinding ontstaat. Met het MD-traject geven we nu in ieder geval een impuls aan de realisatie van cliënt centraal. Een organisch proces waarvan we nog niet weten hoe het er in de toekomst precies uit gaat zien.